Schiphol heeft met een moeilijk woord een tangentieel banenstelsel. Dat wil zeggen dat je in meerdere richtingen van de windroos een baan hebt liggen. Schiphol ligt op een plek waar de wind nogal varieert. En een vliegtuig heeft nodig dat je tegen de wind in start of land. Vandaar dat je dus in meerdere richtingen banen beschikbaar wil hebben. Good evening, Roger. Nou, we hebben te maken op Schiphol met een aantal golven gedurende de dag. Dat noemen wij pieken. Daarin hebben wij verschillende soorten pieken. In de ochtend, 7 uur 's ochtends, begint er een landende piek. Dan komen er heel veel vliegtuigen naar Schiphol toe. Nou, rond 9 uur 's ochtends is dat voorbij. Zijn al die vliegtuigen die staan hier op Schiphol geparkeerd. De passagiers gaan van het ene vliegtuig naar het andere vliegtuig. En in een korte periode daarna veranderen we van landende piek naar een startende piek. En in een startende piek gebruiken we 2 startbanen en 1 landingsbaan. En in een landende piek 2 landingsbanen en 1 startbaan. We hebben een baanpreferentielijst met verschillende soorten combinaties. De meest preferente combinatie staat bovenaan en die moeten we als eerste kiezen. En als dat kan met alle externe factoren erbij, dan gaan we die combinatie gebruiken. En dat is puur om de hinder van de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De polder- en de kaagbaan zijn zo gepositioneerd dat in het verlengde het minste aantal bebouwing is en het minste aantal mensen wonen en die worden daarom ook het vaakst ingezet. De grootste uitdaging bij het gebruik van het banenstelsel is de communicatie over waarom we het banenstelsel op die dag zo inzetten. Daarvoor hebben we ook de website bezoekbas.nl en daar staat allerhande informatie over het actuele baangebruik, zodat mensen